laatste weken wat Kalamaan heeft gedaan om krachten te sparen voor deze nacompetitie. En daarin tegenover staat dat Cambuur met de kracht heeft gesmeten en een uitgebluste indruk zou maken. Of dat zo is, dat wachten we maar eens af. De paas van Bartelings. En die is helemaal niet slecht. En de eerste misser is dan ook van Theo Kulsdom. Cambuur speelt met toch wat felle wind tegen. Slagboom. Matena. Opnieuw slagboom. Matena gaat mee. Moet hij wel meteen links voorgeven. Nu is het waarschijnlijk te laat. Ja, het staat erin. Slagboom en Matena. Ja, die stond er toch nog. Kijken of hij linkerbeen heeft. Heeft hij. En van dichtbij met een goede reactie. Grim. En ik dacht dat het Koudstaal was die bal van dichtbij in wilde tikken. Marco Bogers. Goeie voetbal. Iets te bal verliefd. Dus knap. Schot was van der Net. De bal is van richting veranderd. Hoekschop Theo Kulsdom. Dat betekent dat Marco Bogers bij de eerste paal staat. Die belemmert het uitzicht van Fred Grim. Matena gaat naar voren. En maar net naast gekopt. Als schampend. Van der Weel dacht ik. Uittrap Grim. Cambuur weer spelend met drie spitsen. Verre uittrap. Ja, dan gaat hij denk ik rond Berg op de paal. Fout van doelman Stevens. Rondberg had de kans op 1-0. Maar hij redt het niet. Is goed. Stout krijgt die bal niet onder controle. Het veld is ook erg hobbelig. Lijkt me moeilijk. Carlo de Leeuw. De S mag doorgaan. Mooi, Marco Bogers. Als hij het redt, redt hij het. Hij schiet die bal net naast. Langs twee tegenstanders vloeiend. Werd nog uit balans gebracht, bleef op de been en schiet die bal snoeihard net naast. Carlo de Leeuw. Voor de regel goed toegepast door Keizer. Hollander. Hakballetje op Van der Ark. En we krijgen een hoekschop voor de Vriezen. Dit is Bram Romberg die op rechts deze hoekschop gaat nemen. Hij heeft even gewacht, want hij weet nu ook dat centrale verdediger Johan Grote voorstaat. En die is sterk in de lucht. Ingekopt. Net naast. Hele mooie kopbal van Hollander. En daar heeft DS geluk. Johan Grote. Theo Kulsdom. Met deze paas op Marco Bogers. Marco Bogers, links, kappen, nu schieten. Marco Bogers, net gewerkt die bal door Johan Grote. Goed werk van Marco Bogers. Gaat u nog eens naar kijken, tweemaal kappen. Dan dat schot en dan was daar Johan Grote die die bal wegwerkt. Want doelman Finn was al verslagen. Is niet slecht. Voorgegeven. En wel een verrassend schot, maar ver naast van Theo Kulsdom. Hoekschop Theo Kulsdom. De bal werd gemist door Grim, maar ook gemist door die twee spelers van DS, zodat het hier in de derde minuut na rust 0-0 blijft. Ingooi Hollander. Rondberg. Krijgt de ruimte niet van Bert Bartelings. Die niet zo sterk begon, maar nu ijzersterk voetbalt. Overtreding van Carlo de Leeuw en je kunt erop wachten op een gele kaart. En dat is erg ongunstig, want Carlo de Leeuw heeft al 5 gele kaarten. Dat wil zeggen dat hij aanstaande maandag niet bij is. Rondberg is weer in het veld. We spelen weer 11 tegen 11. En de ingooi is voor DS. Mooie omhaal, attent reageren van doelman Grim.
op die inzet van Slagboom. Vrije schop voor Cambuur. Ingekopt! Carlo de Leeuw, de grootste kans. Zo'n minuut of 10 voor tijd. Ongelooflijk, uit die vrije schop had hij natuurlijk moeten scoren en zorgen dat de Vries aan een voorsprong komen. Hij faalt in feite voor open doel. Vrije schop Bert Bartelings. We hebben hier nog zo'n minuut of 5 à 6 te spelen. Vrije schop Bartelings. Wordt getrokken en gedouwd. En er is een doelpunt. Marco Bogers. Foutje toch in die verdediging. Niemand moet letten op Marco Bogers. Foutje in de verdediging van Cambuur. Die bijna het gelijke spel binnen had. En op een hele korte afstand, net even naast de paal, wordt Grim dan verrast. En DS komt op een 1-0 voorsprong. Marco Bogers. Peltzer die naar voren werkt. Carlo de Leeuw. Die ruim de kans heeft gehad om Cambuur op een voorsprong te zetten. Dat heeft hij verzuimd. Bogers. Bogers. Is goed. En naast. Invallende Haan schiet die bal naast. Na een hele knappe trekbal van Marco Bogers. Maar het levert wel een hoekschop op. Voor de mensen hier uit Dordrecht. Ruim 3 minuten in blessuretijd nu. Bij deze hoekschop van Marco Bogers voor DS. En dan is het afgelopen, zegt scheidsrechter Keizer. Grote vreugde hier natuurlijk bij de supporters van DS79. We weten heel zeker dat deze na-competitie, net zoals alle andere na-competities, een enorme slijtageslag gaat worden.